In het tabblad toetsen kun je de structuur van je toets onderbrengen. Als eerste kun je natuurlijk een naam voor je toets invullen. Bijvoorbeeld Pulsar, hoofdstuk 1, bewegen in grafieken. Wat je dan ook wil. Eventueel vul je een weging voor je toets in. Daar wordt trouwens niets mee gedaan. Dat is puur voor je eigen administratie. En je zou een periode kunnen invullen. Bijvoorbeeld periode 1. De overige vakjes leg ik in een andere video uit. We gaan nu eerst kijken naar de toets. En een toets bestaat uit vragen. Vraag 1, 2, 3, 4, 5, etc. En we kunnen nu het systeem gaan vullen tot maximaal 40 vragen. Nou, dat moet voor de meeste natuurkunde toetsen genoeg zijn. En elke vraag heeft een maximale score en een vraagtype. Ik begin even met het invullen van een aantal scores. Zo, even willekeurig. Nou, 8 vragen lijkt me wel voldoende. En nu ga ik per vraag ga ik aangeven van welk type ze zijn. Ik begin met een reproductievraag. Toepassing 1. Toepassing 2. Inzicht. En zo kan ik hem uiteraard verder vullen. Ik zal nog een paar vragen erbij bedenken. Zo, 1 reproductievraag en van de rest 2. Wanneer je nu teruggaat en hierboven kijkt, dan zie je een aantal percentages staan. Zoals ik het nu even willekeurig heb ingevuld, betekent dit dat 12,5% van de punten die gehaald kunnen worden, reproductie zijn. Het systeem kijkt dus niet naar het aantal vragen, maar het aantal punten dat je voor elk vraagtype kunt halen. Wat wij op school doen is de vragen ook nog onderverdelen in een aantal types die we bijhouden. Bereken, bepaal, leg uit, overig. Het is aan jezelf of je dat wilt doen of niet. Je kunt dit ook gewoon openlaten en dan doet hij daar verder niets mee. Het is een soort extra verfijning. En als je dat ingevuld hebt, dan kun je ook op basis van die types, kan je precies zien in welke verhouding ze voorkomen. Dus blijkbaar heb ik nu een toets gemaakt met 37,5% leguitvragen. Net zoals Docent Plus hebben wij ook een optelling gemaakt van T2 en I en R en T1 voor de wat grovere verdeling in beide onderdelen. En hierachter zullen straks de prestaties van de klas verschijnen, maar op dit moment hebben we nog geen resultaten staan. Wat ik al wel links kan zien is dat de totale score voor mijn toets, of mijn maximum aantal punten dat ik kan halen, dat 16 is.